We nemen een mixglas. We nemen onze Bacardi Gold of Reserve. Daar gebruiken we precies 4 centiliter van. We gaan verse limoenen persen. We gaan die eventjes rollen op onze snijplank, zodat het vruchtvlees goed van de schil komt. Dan snijden we die in de helft. En met deze handige pers gaan we het limoensap persen. Dus we hebben ongeveer 2 centiliter nodig. Dat zal ongeveer overeenkomen met 1 limoen. Dan gaan we dat precies afmeten. Dus 2 centiliter. Maar ook niet te zuur worden. Dat doen we samen met onze rum. We nemen 1 cocktaillepel honing. We gaan de ingrediënten nog eventjes onder elkaar zetten. Dus de rum, de limoen en de honing zorgen voor een perfecte balans in deze cocktail. Dan gaan we ijsblokjes in ons mixglas doen. Dan gaan we onze shaker sluiten en dan gaan we krachtig shaken. We gaan ons koningsglas ook opvullen met ijsblokjes. Dan nemen we onze strainer of zeef. We plaatsen die op de Boston shaker. En dan zeven we de cocktail over het ijs in het glas. Afwerken doen we met champagne. We zetten het draadje los. En dan geven we de champagne lucht. We plaatsen onze cocktaillepel in het koningsglas. En dan gaan we langzaam de champagne gieten via de steel van de lepel. En dat zal ervoor zorgen dat de champagne niet zal overdruisen in deze cocktail. Dan zetten we alles nog eens goed onder elkaar. En hier hebben we dan onze airmail. Heel fris en sprankelend. Cheers! Voor dit stijlvolle drankje doe je 4 centiliter Bacardi Reserve en 2 centiliter limoensap in een mixglas. Daarbij voeg je 1 theelepel honing, het mixglas vullen met ijs, shaken en de cocktails trainen in een glas gevuld met ijs. Aftoppen doe je met zoete champagne, demi-sec dus of undoe.